aanwezig zijn bij, bij een dubbelactiviteit van Vooral. Sommigen van jullie zijn hier voor de onbeperkt 070 prijs. Misschien zijn sommigen van jullie ook wel genomineerd. En anderen komen voor een workshop. En weer anderen komen voor allebei. In ieder geval, als je voor een van de twee komt, dan hoop ik ook dat je van het andere geniet. Want het is, het belooft iets heel bijzonders te worden. De onbeperkt 070 prijs is een prijs, een beeldvormingsprijs die wij al voor de zevende keer gaan uitreiken vandaag. Dat is een prijs van 5000 euro voor de eerste prijs en een prijs van 2500 euro die mogelijk is gemaakt door de vrienden van Vooral van 2500 euro. En nu denken jullie misschien, nou dat is ook niet zoveel. Maar dat is niet zo heel belangrijk, want wij vinden dat we met deze prijsvraag inwoners van Den Haag en ook organisaties in Den Haag uitnodigen om mee te denken over goede ideeën voor toegankelijkheid. En dan is de hoogte van de prijs minder belangrijk. In ieder geval kunnen we met die prijzen wel een duwtje geven om de prijs te realiseren. En als het blijkt dat de uitgave om het idee te realiseren veel hoger is dan die 5000 of die 2500 euro, dan gaan wij natuurlijk helpen met fondsen en misschien met steun van de gemeente om te kijken of we dat extra geld dat nodig is toch met elkaar kunnen krijgen. Nou, welkom. Mijn naam is Wendy Meijer en dank jullie wel, Kim en Tilly, voor de uitnodiging om hier vandaag in verbinding bezig te mogen zijn. Ik ben initiatiefnemer van Dialoog in Den Haag en juist met dialoog wordt verbinding heel voelbaar. En dat gaan we oefenen in het oefendeel. Nou, nu we deze toch even hebben gehad, ben ik sowieso al even nieuwsgierig naar wie we allemaal in de zaal hebben zitten. Ik heb mezelf kort voorgesteld, maar even voor de mensen met een beperking, zodat die het inderdaad goed kunnen volgen. Dank je voor deze aanwijzing. Hebben we mensen met een auditieve beperking in de zaal? Ja? Nog meer? Deels. Deels? Gaat dit goed zo? Dit is het idee. Oké, prima. Dan fijn. Zijn er mensen die niet goed kunnen zien? Of, ja? Oké. En nou, dan heb je dat gehoor goed nodig. Oké. Zijn er mensen met een fysieke beperking? Nou, dat zien we al een beetje. Ja. Maar misschien ook de niet zichtbare. Andere vormen van beperkingen in de zaal? Niet aangeboren hersenletsel. Oh ja. Ja, inderdaad. Ja. Niet zichtbaar. Nee, inderdaad. Ja. Is er nog een andere vraag die jullie graag van elkaar willen weten? Om gewoon elkaar een beetje te leren kennen. Welke vraag mag gesteld worden? Alles. Alles? Ik ben nog wel even nieuwsgierig waar jullie ongeveer vandaan komen. Welke mensen komen echt uit Den Haag? Uit de stad Den Haag? Ja? Oké. Oh, dat zijn er best veel. Welke mensen komen uit de omliggende gemeentes van Den Haag? Oh, kijk, dat zijn er ook best veel. En welke mensen wonen meer echt buiten Den Haag? Kijk, gelukkig, ik ben niet de enige. Ik heb jaar en dag gewoond in Den Haag en sinds een aantal jaren woon ik op goede oppervlakte. Verbinding is dichterbij dan je denkt. Dat was de titel, dat was de opdracht die ik kreeg. Ik denk, oh jeetje, wat nu? Er zit heel veel waarheid in, want alleen al wat we nu even deden, zo een klein beetje kennis maken met elkaar, daar zit al een element van verbinden in. Maar verbinding gaat veel verder. Verbinding heeft ook iets heel dieps. En als je dan kijkt naar een uitspraak van Sartre, uit onze westerse filosofie, dat niet in afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar in de stad de menigte, als ding onder de dingen en als mens onder de mensen. En dit doet me ook een beetje denken aan de Ubuntu uit Afrika. Die de filosofie hebben, jij bent de andere ik. En die betekent diepgaander dat ik kan mezelf als mens alleen ontwikkelen in het contact met de ander.
En we hebben elkaar daarin zo nodig. En we vergeten ook sommige verbindingen zomaar eens. Nou, wat gaan we doen vandaag? Ik neem jullie mee in een korte visualisatie over verbinding uit het alledaagse. Om zo het collectief ook weer eens even te insluiten. Daarna ga ik jullie meenemen in een stukje vertelling over verbinding is dichterbij en hoe de dialoog daarin ondersteunend kan werken. En vervolgens gaan we zelf in dialoog en gaan we onze inzichten daaruit delen, hoe wij zelf verbinding ervaren. En tot slot zeggen we, wat zegt de wetenschap nu eigenlijk over verbinding en hoe noodzakelijk dat is. En Wim, ik ga niet precies exact in over jouw vraag, maar hij komt wel een beetje aan bod in de zin dat we gaan snappen wat er gebeurt in dat proces van verwijdering en afscheiding. Dus ik ga niet helemaal erop in, maar hij komt wel aan bod. Ja. En hier zijn ook al gelukkig boeken over geschreven, maar het is er nog steeds. Dus we hebben hier wat te oefenen met elkaar. Ja. Een geleide visualisatie over verbinding in het alledaagse. Laten we maar eens heel simpel beginnen met één van de ingrediënten uit ons ontbijt of lunch vandaag. Ga maar eens lekker zitten op je stoel en doe je ogen maar eens dicht, want dan kun je makkelijker visualiseren. En voel maar eens een rustige plek in je lichaam, zodat je een beetje uit je gedachten raakt en in de rust komt. En kies je meest favoriete ingrediënt uit je lunch of je ontbijt of iets wat je daartussendoor hebt gehad. En kijk eens waar dat ingrediënt vandaan komt. Als het plantaardig is, dan zijn daar wellicht boeren bij betrokken geweest die het ingezaaid hebben in de grond. En die boeren hebben gezinnen en vrienden en kennissen, net als wij dat hebben om ons heen. En die boeren, die hebben soms hele goede dagen en ook slechte dagen, net als wij. Dat is niet anders. Als we dan naar een volgend stapje in het productieproces gaan van jouw ingrediënt, dan kom je waarschijnlijk weer andere mensen tegen die bezig zijn geweest met dat ingrediënt. En kijk maar eens hoeveel mensen daar ook weer bij betrokken zijn geweest en hoeveel gezinnen daarbij betrokken zijn, indirect. En wellicht is het volgende stapje dan alweer in de winkel. En kijk maar eens hoeveel mensen vanaf het transport in de winkel bezig zijn geweest met dat product. En stel ook al die mensen voor je voor, met hun gezinnen, hun goede dagen, hun slechte dagen. En eigenlijk de simpele ambitie dat ze gewoon gelukkig willen zijn in het leven. Als je al die mensen eens voor je visualiseert, die zijn niet zo heel anders als wij, als jij en ik. En bedank ze maar voor wat jij gegeten hebt vandaag, je favoriete ingrediënt. En we kunnen dit nu een stukje afsluiten. En de reden waarom ik het inbreng is, het is voor ons zo vanzelfsprekend geworden dat we de winkel instappen en dat we dingen kopen. En dat we ons niet meer realiseren waar het allemaal vandaan komt en wie daar allemaal bij betrokken zijn. Vroeger, en dan heb ik het echt over mijn opa en oma, die gewoon een stuk land hadden en verbouwden en zelf dingen maakten. Dat was nog eenvoudig. En had je die verbinding met al die mensen en was het heel logisch waar dingen vandaan kwamen. Maar die logica die is er niet meer. En dit doet wat met onze verbinding in het collectieve veld. Het doet hier wat mee met ons. Het maakt ons een stukje afgescheiden van onze dagelijkse dingen die we eten, drinken en waar al die mensen mee bezig zijn. Dus dat is het collectieve stukje van verbinding zoeken. Verbinding is dichterbij dan we denken. Je hier dagelijks bij de vorige oefeningen stil bij te staan, dan begin je je dag echt heel anders. Of je begint je eten al heel anders, door gewoon even na te denken, wie waren hierbij? En in ons gespreksvormen
is verbinding ook voelbaar. Dus dit is een vorm, maar in onze gesprekken wordt die nog veel duidelijker. En met name in de dialoog wordt die duidelijker. Om hier een beetje naar te kijken met jullie heb ik de volgende tekst gezocht. Het is echt een van mijn favoriete teksten toen ik het boek las van Nancy Klein. Het is een Engelse tekst en ik zal hem zo ook vertalen. Giving good attention to people make them more intelligent. Wanneer je goede aandacht geeft aan mensen, worden ze meer intelligent. Poor attention make them stumble over their words and seem stupid. Arme aandacht zorgt ervoor dat mensen werkelijk over hun woorden gaan struikelen en dat ze zich stom gaan voelen. Your attention and listening is that important. Oftewel, onze aandacht is zo belangrijk. Ik weet niet of jullie, maar toen ik dit las, ik vond het zo herkenbaar als je later op school niet op tijd antwoord gaf op zo'n vraag. Of als je iets wil afstemmen en iemand heeft eigenlijk geen tijd en zelfs als ze dit doen. Ik weet niet wat het met jullie doet, maar ik doe dit dan. Ik kom niet meer uit mijn woorden, ik sla dicht. En de kwaliteit van aandacht die we hebben voor elkaar begint met de kwaliteit van aandacht die we hebben voor onszelf. De verbinding die we hebben met onszelf. Om zo een kwalitatieve verbinding te maken met een ander. Dus dit is weer een ander aspect van verbinden met elkaar. Verbinding met jezelf en kwalitatief goede aandacht hebben voor anderen betekent kwalitatief aandacht hebben voor jezelf. Dan gaan we naar de dialoog. Want wat maakt nou dat dialoog dan zo van belang wordt? Dialoog uit onze westerse wereld, want daar komt hij niet vandaan overigens, want in heel veel mondiale andere gemeenschappen is dialoog een gespreksvorm. Maar als we teruggaan naar onze westerse roots van het woord dialoog, dan komt dat woord uit het Grieks. En het bestaat uit twee woorden, dia en logos. En we denken dat dia twee betekent. In een andere taal klopt dat ook. Maar in het Grieks betekent het door, dan wel tussendoor. En logos betekent woorden of reden of legende. En dan hebben we het over tussen de woorden door horen. Tussen de woorden door luisteren. En vroeger hadden we een hele orale manier van kennisoverdracht. Door legendes en mythes te vertellen aan elkaar. Waar je dan zelf de morale uit kon halen en die jezelf weer betekenis gaf in het leven. Wat we tegenwoordig zien, en trouwens onze scholen, onze hedendaagse scholen, zijn gebaseerd op dit woord. En Plato en Aristoteles hebben ook de eerste academie, waar wij onze academische wereld verder op hebben ontwikkeld, die zijn daar grondlegger van. Dat gebeurde met deze twee woorden, dialoog. Zij hebben deze woorden betekenis gegeven. En vanuit daar is ons scholingssysteem gekomen. Alleen wat zien we nu in onze scholing? We leren uit boeken en niet meer uit het woord. En dat is best wel arm. Want wat betekent dialoog eigenlijk dus? Als je het tussen de woorden door mag horen, naast wat je feitelijk hoort, dat is best wel een kunst, dan betekent dat dialoog eigenlijk gaat over het gezamenlijk onderzoeken vanuit een vraagstelling. En dat je daar met elkaar zo ook je persoonlijke ervaringen over deelt. En niet alleen hoe je erover denkt, maar ook hoe je het ervaart in je leven, want dat is al een verschil. En dan vervolgens daar eens op reflecteert van, hé, wat zien we hier nu eigenlijk gebeuren? Maar dit gaan we straks ook doen als jullie dit gaan experimenteren over jullie eigen ervaringen met verbinding. En wat gebeurt er dan eigenlijk? En dan kom ik op de intentie van dialoog. The intention of dialogue is to reach new understanding and in doing so to form a totally new basis from which to think and act. Oftewel, de intentie van dialoog is met elkaar een nieuwe begripsgrond creëren door
in dialoog te zijn en vanuit daar ontstaat er een nieuw iets waaruit we gezamenlijk kunnen handelen en gezamenlijk kunnen bewegen. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld in een discussie. Daar kom ik zo op. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Want wij mensen hebben iets geks met verbinden. Wij mensen zijn best wel complexe wezens eigenlijk, als ik ook alleen maar naar mezelf kijk. En wat gebeurt er namelijk? Wij mensen willen heel graag ergens bij horen. En dat gaat heel erg goed, zolang we maar wel onze eigen autonomie en onze keuzevrijheid mogen bewaren. En zolang dat stuk in geding komt, dan willen we eigenlijk er niet meer bij horen. En hier begint het met de afscheiding. En dit zie je terug in onze gesprekskunst. In de discussies die we hebben, in de gesprekken die we hebben. Op het moment dat wij als mens er even niet meer bij horen bij het gezichtspunt in een groep, dan wordt het spannend. En dan willen we eigenlijk het liefst een beetje terugstappen. En het wordt spannend in ons lijf. De adrenaline loopt op. En hopsakee, daar gaan we omhoog. We gaan beginnen met argumenteren. En dat soort dingen. Wat er dan eigenlijk van nature gebeurt, wat we meest gewend zijn, is dan een discussie te hebben met elkaar. Het wordt namelijk spannend als je je wil afscheiden van de groep of een ander gezichtspunt wil inbrengen. En dat vindt iedereen. En helemaal als groepen groot zijn, wordt het nog veel spannender. We gaan automatisch daar versnellen. We krijgen adrenaline in ons lichaam. We gaan meer argumenteren. En dus ook verdedigen. Vervolgens, wat er ook gebeurt, omdat we zien dat de groep daarop reageert, is dat we selectiever gaan luisteren, of anderen daarop reageren. We gaan selectiever luisteren, of tenminste, we kunnen eigenlijk niet meer tussen die woorden doorhoren. Dat lukt ons niet meer. En we gaan ons vastzetten in de oordelen die we hebben. We verkrampen er letterlijk in. Macht gaat spelen, we gaan excluderen, dat is een gevolg daarvan. En afgrenzen. Wanneer we daar echt een andere manier van spreken met elkaar aanleren, waarin meer rust en reflectiemogelijkheden zijn en waarin andere gezichtspunten juist als kwaliteit worden gezien, dan krijgen we wat anders. Dan komen we veel meer bij die dialoog uit. Maar het betekent ook vertragen in het gesprek. En dat valt niet mee in deze tijd, want we hebben haast. Alles moet snel en het liefst gisteren gebeurd zijn. In een dialoog en vanuit verbinding hebben we ook meer dat je je open spreekt. Je spreekt niet alleen over argumenten, maar ook hoe je er zelf in staat en wat het met je doet als mens, dat je erbij betrokken bent. Je hebt ook een andere een luisterhouding, een meer open luisterhouding. En we onderzoeken meer, oftewel op alle gebieden gaan we vertragen. Er komt meer gelijkwaardigheid in een dialoog, want ieder stem is gelijk. En dit is wel echt eentje die is heel belangrijk. Iedere stem is gelijk. En als je zo kijkt, als iedere stem gelijk is, dan is het niet meer wat jij inbrengt of wat jij inbrengt. Nee, het is wat jij inbrengt en wat jij inbrengt. En dan kom je tot hele andere kennis en besluiten met elkaar. En wat er dan gebeurt is, we gaan automatisch includeren en verbinden met elkaar. Dit eventjes gewoon ter inleiding, want we gaan dit straks gaan we ontdekken in de workshop en daar ga ik nu een beetje aan toekomen. We gaan straks zo'n 40 minuutjes zelf in dialoog. En we hebben daarbij een aantal dialoogprincipes en het zal je niet verbazen dat deze er staat. Het gaat over je open je geest, luister zo met elkaar straks dat je de ander echt begrijpt. En probeer ook eens tussen die woorden door te horen. En open je hart. Ontvang wat je hoort met een zacht, liefdevol hart. En verplaats je in de ander. Ook een vorm van verbinden. En wees nieuwsgierig. Ga voor nieuwe inzichten en laat je eigen veronderstellingen totaal eens even liggen. Maar ga eens echt even in dat perspectief van die ander duiken. En wees echt. Deel je persoonlijke ervaringen vanuit de ik-boodschap. En breng zo min mogelijk men of wat in de kranten staat in.
Dat is niet de bedoeling vandaag. Echt vanuit je persoonlijke ervaringen spreken met elkaar. Wat we gaan onderzoeken met elkaar, want ik ben natuurlijk straks heel nieuwsgierig naar de kwaliteiten van verbinding die jullie ervaren. Dus daar gaan we naar op zoek in een dialoog. En de vraag die we met elkaar gaan beantwoorden is: vertel eens over een bijzonder moment dat je je heel sterk verbonden voelde. En dat kan met iets zijn of met iemand zijn. En je vertelt daarbij, wat gebeurde daar nu eigenlijk? Hoe voelde je erbij? Hoe ervaarde je de verbinding, als je daar al iets over kunt zeggen? En welke betekenis heeft dit voor je gekregen, dit moment? En welk effect had dit nu eigenlijk op jou en op de ander? Zo hebben we een rijtje vragen voor jullie. En als iedereen straks zijn eigen ervaring heeft ingedeeld, heeft ingebracht, gaan we daar eens op reflecteren van welke kwaliteiten dragen nu eigenlijk bij aan deze ervaringen. Als het over verbinding gaat, waar zit het nu eigenlijk in? Om toch een beetje ook wat meer zelfgevoel te krijgen bij dat woord verbinden en hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? En ook, hoe kunnen we deze kwaliteiten meer in ons dagelijks leven ervaren? Want ja, uit onderzoek blijkt toch echt dat we verbinding nodig hebben en dat we dat mogen voeden. Maar daar kom ik straks nog even op terug. We werken in drietallen en neem straks, als je in een drietalletje zit, maximaal 5 minuten de tijd om even kennis te maken met elkaar voordat je aan de slag gaat. En daarna heeft iedereen zo'n 6 à 7 minuten om over zijn of haar ervaring, over een bijzonder moment van verbinding, om daarover na te denken en dat te delen met elkaar. En ik zou je als tip willen geven, geef de spreker zoveel mogelijk ruimte. En pas als je merkt dat iemand klaar is, ga dan eventueel verdiepende vragen stellen. Dus interrompeer niet zomaar. En na het delen van die ervaring hebben jullie circa nog zo'n 12 tot 15 minuten de tijd om de reflecterende vragen vanuit alle ervaringen met elkaar te beantwoorden. En schrijf je reflecties op en spreek ook af wie daar straks, als we plenair met elkaar wat bevindingen gaan delen, wie daar straks wat over gaat delen. In de wereld en ons geluk als mens. En dit is ook wel waarom ik me hier zo hard voor maak. Want ik wens ieder mens gelukkig te zijn. En in Nederland kan dat. In Nederland kan dat. We hebben alles hebben we in huis om elkaar gelukkig te maken, maar ook om jezelf gelukkig te maken. Maar wat zegt die wetenschap dan eigenlijk als het gaat over verbinding en geluk? Dan zeggen ze: geef vooral voorrang aan hechte relaties. Zet die op nummer 1. Want daar haal je de meeste verbinding uit en de meeste ontwikkeling. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. Als je elkaar langer kent, dan kan het soms ook vuriger worden, ook daar waar je het liever niet wil. En juist dat met elkaar te doorleven, dat verrijkt de verbinding. Maar verrijkt je ook als mens, omdat je jezelf dan anders leert kennen. Doe goed voor anderen, die hebben we ook hier gehoord. Het is enorm verbindend. Voor jou naar het collectief toe en verrijkend voor jou als mens. Hou een dankbaarheidsdagboek bij. Dankbaar voor wat je hebt gekregen van andere mensen of hebt meegemaakt waar je dankbaar voor bent. En het besef dat lang geluk niet uit succes voortkomt. Dat is echt heel belangrijk. Gebruik je vaardigheden en ontplooi je talent. Dat is ook heel belangrijk. Dat doe je ook niet aan je eentje, dat doe je met anderen. En wees meester over je tijd. Beweeg en slaap voldoende. En voed je spirituele zelf. Op welke manier dan ook. En glimlach. Met een glimlach naar jezelf en een glimlach naar de wereld heb je al de eerste stap in verbinding gemaakt met jezelf en met de wereld om je heen. En hiermee wil ik heel graag afsluiten en jullie ontzettend bedanken dat we dit mochten beleven. Alsjeblieft. Heel veel dank. En voor deze bijzonder inspirerende workshop. Ik zou zeggen, kom nog eens terug bij vooral.
Dat kan volgens mij, want jij hebt meer workshops die je geeft. En deze was in ieder geval bijzonder inspirerend en leerzaam. En allemaal dingen geleerd waar we, zeg maar, ieder voor zich thuis weer verder mee kan. Kunnen
meedoen, want dat is zo ontzettend belangrijk om met elkaar alles te kunnen doen in de stad. En met de Onbeperkbaar 70 prijs proberen we dat dus een mooi platform te geven. En ja, die ideeën te verspreiden. Dat is de bedoeling. Nou, wat gebeurt er dan al? Er gebeurt natuurlijk al heel veel op basis voor mensen met een beperking, gelukkig. Zeker naar aanleiding van het VN-verdrag is de gemeente natuurlijk echt wel heel hard aan zet al. En gebeurt er heel veel goeds op het gebied van openbare ruimte. Denk aan de blinde geleidelijnen bij de haltes. Denk aan, nu aankomende donderdag gaan we allemaal stemmen. Nou, is het ook wel fijn dat echt iedereen kan stemmen die 18 is. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er stembureaus zijn voor blinden en slechtzienden. En daarin zijn we natuurlijk altijd lerende, dat merken we ook, de gemeente, maar wij ook. En proberen we de goede dingen ook te kopiëren, wat er misschien in Amsterdam is ontwikkeld. Zo proberen we alles goed te krijgen en steeds beter te krijgen. En hebben we ook iedereen nodig, en dat gelukkig doen we dat ook natuurlijk met een hele grote groep. We vooral werken met 100 vrijwilligers, waar een heleboel mensen met ervaringen in zitten. Want ja, diegenen kunnen het zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben. En dat is onze taak dan om goed te luisteren wat er dan ook echt nodig is. Organisaties doen ook ontzettend goed hun best. En dat merken we echt wel dat dat een goede flow heeft. Er gebeurt heel veel in de stad. En je ziet ook wel dat er de organisaties willen leren. Dat kan zijn inderdaad een wijkcentrum die denkt, oh ja, hey, als ik dit nou op een andere manier doe, dan kunnen er meer mensen naar mijn wijkcentrum komen of een activiteit. Dadelijk als jury hebben we bijvoorbeeld toneel, maar musea, toneel, recreatie. Die zijn echt wel in een flow bezig. Die stimuleren en inspireren elkaar ook. Zo van, hé, als ik het schilderij nou anders uitleg, voor iemand die misschien nou blind is, heeft dat eigenlijk ook een meerwaarde. Want als ik met geur ga gebruiken en ik ga iets met voelen gebruiken, dan kunnen andere mensen daar ook profijt van hebben. Want dan komt het veel meer binnen, zo'n schilderij. Dan wordt het veel makkelijker om uit te leggen. En dan hebben we natuurlijk de burgers zelf. Want daar is ook heel veel om te doen. Want als je buurman inderdaad jou niet goed bejegent, als je een beperking hebt, dan voel je je ook niet welkom in je eigen straat. Dus bejegening is heel belangrijk. Hoe ga je met elkaar om? En het respect. En soms ook gewoon iets heel praktisch. Zet je je fiets wel aan de kant. Hou je je eigen stoep voor de deur vrij voor iedereen. Gaat gelukkig al steeds beter. Ik geef heel veel lessen op scholen. En steeds meer kinderen weten wat een geleidelijn is. Dat vind ik zo ontzettend leuk om te horen. Ja, ja, die lijnen bij de tramhalte. En sommigen weten dan ook te zeggen, ja, daar moet je niet op staan of je moet even opzij gaan. En als die meneer met een stok, dat is heel belangrijk, dan moet je even stoppen of moet je even kijken of je iemand kan helpen. Met zo'n witte stok met rode vlakken erop. Dus gelukkig steeds meer zijn we ons bewust, maar dat betekent nog steeds wel heel hard werken om dat kenbaar te maken. En nou, gelukkig kunnen we dus nog steeds elk jaar daarvoor ook de Onbeperkbaar 70 prijs gebruiken om dat net even iets meer te stimuleren en een platform te geven. Hoe doen we dat dan? Om initiatieven op te halen ben ik met een heel team de stad in geweest. En flyeren bij allerlei organisaties met onze flyer, met op te roepen inderdaad om initiatieven in te dienen. Dit jaar hebben we een heel mooi nieuw initiatief, is aanzichtkaarten achter de voordeur. Oftewel, die hebben we echt letterlijk in heel veel brievenbussen van burgers gedaan. Zodat ook burgers inderdaad van het initiatief weten en burgers mooie initiatieven kunnen indienen. En dat zagen we ook echt wel terug en hebben we teruggehoord. Zijn er vrijwilligers op pad geweest en ervaringsdeskundigen inderdaad voor examen die stoepen vrij te houden met zadelhoesjes. Die liggen ook allemaal bij jullie op je stoel. Dus neem er gerust een paar mee. Wil je er nog meer mee? Gebruik ze. Want dat is gewoon het extra signaal. Wees even bewust dat de fiets inderdaad netjes opzij moet worden gezet voor diegene die visuele beperking heeft of met de rollator loopt of met de scootmobiel door over de stoep komt. Dus die stoep vrijhouden is ontzettend belangrijk. En ja, iedereen vergeet het wel eens, maar als we elkaar daarin bewust maken en elkaar bewust houden, hopelijk dat de straten en de stoepen steeds meer vrij worden. Dus zo zijn er dit jaar weer meer dan 45 initiatieven ingediend. Dat is natuurlijk ontzettend mooi om te zien.
Vandaag kunnen we helaas natuurlijk niet 45 winnaars uitreiken. Maar wat we wel altijd doen is alle initiatieven die zijn binnengekomen, die proberen we altijd wel een plekje te geven. Dat betekent dat ons team, de toegankelijkheidsteams bijvoorbeeld, ermee aan de slag gaan. De gemeente leest natuurlijk mee, dus die neemt het mee in hun plannen. Dat die denkt, oh, hey, er is behoefte in de stad aan dit en dit. Maar het kan ook zijn dat we iets heel specifiek bij een organisatie of een ondernemer neerleggen. Zo van, hey, dit is er nodig. Kan je er wat mee? Of kunnen we er samen wat mee? Zo proberen we eigenlijk alle mooie initiatieven toch een plekje te geven elk jaar. Dus alles krijgt als het goed is aandacht. Wat we elk jaar uitreiken is een ontzettend mooie schaal aan de winnaars. Dit jaar hebben we ook weer twee mooie schalen. En hebben we zin erin, vanaf het middenin hebben we gevraagd. En dit jaar heeft, zoals je ziet, met veel plezier en veel trots Ellen de schalen gemaakt. En dit jaar vond ik het heel mooi. Ze kan heel fijn en heel mooi dingen natekenen. Dus heel gespecialiseerd. Zo kan ik eigenlijk elk jaar weer een hele persoonlijke en mooie schalen. Dus met trots krijgen dadelijk twee winnaars een mooie schaal mee van Zindering. Ik heb in samenwerking met inderdaad Vooral en onder andere Stichting Midden een training ontwikkeld om mensen op te leiden om gesprekken aan te gaan en daarvoor een soort NAH-paspoort te maken. En dat is puur een uitlegfolder. En we zijn al zover dat inmiddels de training al bestaat, zeg maar. We trainen mensen met ervaring met NAH, dus medewerkers in de zorg, zeg maar. Maar ook ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf NAH hebben. En waar we nu staan is dat we nu inmiddels, 12 NAH-paspoortcoaches opgeleid. Volgende week is de derde training die gaan beginnen. En om het even inzichtelijk te maken, het uiteindelijke paspoort ziet er zo uit. Het is een soort uitlegfolder, zeg maar, voor waarin ieder met NAH zijn eigen verhaal en zijn eigen woorden daarin een vorm geeft. En dat is dan een uitleg naar een familie en vrienden bijvoorbeeld. En daarnaast ook echt daadwerkelijk een pasje. In deze vorm hebben we erin gegoten. Om inderdaad in het dagelijks leven, waar mensen dat nodig achten, om dat te kunnen laten zien, zeg maar, in korte bewoordingen uit te leggen van wat dan eigenlijk aan de hand is. En dat heeft de prijs vorig jaar helpen om dit project op te starten inderdaad. En zijn we behoorlijke stappen gemaakt in een jaar tijd. En zijn we nu zover dat ik heb komende 8 juli heb ik een afspraak met de Hersenstichting, de landelijke Hersenstichting, om dit project kenbaar te maken en om te kijken of we daar samenwerking mee kunnen vinden. Dus dat kan hard gaan. Wij hebben ons gebogen over een enorme lijst met inzendingen, wel 45, jij zei het al, 45 initiatieven. Daar waren ook een aantal signalen, noemde jij dat steeds. Dus dan zie je eigenlijk dat toegankelijkheid heel erg leeft in de stad. Want er werden ook heel veel dingen opgemerkt die gewoon niet kloppen. Ook voorbeelden die jij al noemde van de stijgers die ineens op de stoep geplaatst worden. Of dingen in de tram waar je niet bij kunt. Of fietsen die over de stoep geparkeerd worden. Of stoepen die ineens ophouden. En dan moet je het als je in een rolstoel zit maar gewoon zelf uitzoeken. Dat soort dingen werden ook gesignaleerd. En jij gaf ook aan van dat daar al die signalen echt werk van wordt gemaakt. Of waar mogelijk. Maar heel veel van die signalen waren ook heel praktisch. Dus ik heb ook wel het idee dat gaat lukken. Nou, dit allemaal gezegd hebben, gaan we over naar de genomineerden. In willekeurige volgorde. Er is een belevenistafel voor mensen met een verstandelijke beperking ingediend door het Sportbelang Gehandicapte, SGK. Een leenrolstoel voor Haagse Markt en Stranden, weer van eerder winnaar Bicicletti. Loosduinse kinderen inclusief, uitroepteken, speeltuin Bokkenvoort, uitbreiden met speeltoestellen voor kinderen met een beperking. Eigenlijk door het Kinder- en Wijkberaad Houtwijk.
bandcoachworkshop voor mensen met een verstandelijke beperking, ingeleverd door Leer zelf online. En een gameclub voor mensen met een lichamelijke beperking, ingediend door Basalt. Nou, nu. Dat, ja, dat is een fantastische. Het was al heel zwaar om eigenlijk tot deze genomineerden te komen. Dat was al heel moeilijk, want er zaten echt, je moet ook daar op die site kijken wat allemaal de andere genomineerden waren. Want dat is echt, nou, inspirerend, echt allemaal goede ideeën. Ik begin met de tweede prijs. Een bedrag van 2500 euro, beschikbaar gesteld door de Vrienden van Vooral. En die gaat naar Sportbelang Gehandicapten voor de geavanceerde belevingstaal voor mensen in de regio Haaglanden met een verstandelijke beperking. Zal ik eerst zeggen wat de jury erover zei, want wij vonden de tafel is mobiel en kan dus meegenomen worden naar alle activiteiten van SGK en alle wijken. Een initiatief met een enorm bereik. Een tafel die heel duur is in aanschaf, hebben we gegoogeld. Maar we willen heel graag dat die er komt en we hopen dat deze prijs een mooie bijdrage is aan de aanschaf van die tafel. Mijn collega Doemarie, die verantwoordelijk is ook voor reizen bij SGK en ook gewoon heel veel in contact is met mensen die niet echt kunnen sporten, maar wel lekker willen bewegen, want dat is wat wij doen, is dit gewoon een fantastisch spel. En ik ga haar hier heel erg blij mee maken. Belangrijker nog, we gaan alle deelnemers hier heel erg blij mee maken. Dus, nou, Vrienden van Vooral, hartstikke fijn. Dankjewel voor deze dure tafel, want die konden wij niet kopen. Dat zei ik net al, maar over de hoofdprijs zaten we echt heel snel met de jury op één lijn, eigenlijk. We waren heel erg eensgezind over de winnaar. De hoofdprijs, een bedrag van 5000 euro ter ondersteuning van het idee, gaat naar tromgeroffel. Loos Duitse kinderen, inclusief. Ik zou even zeggen dat wij als jury erover vonden. Wij vonden het een heel mooi en haalbaar plan. Waar de 5000 euro waardevolle bijdrage aan zal zijn. De jury vond het vooral heel erg mooi. En dat blijkt ook maar weer vandaag dat de kinderen zelf de wens hadden om de speeltuin toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Zodat ze allemaal samen kunnen spelen. De noodzaak leek ons meer dan duidelijk en verwachten dat het inspirerend zou werken voor andere buurten. En het resultaat zou heel concreet en tastbaar zijn. Dus heel veel succes met de prijs en de steden goed. Ja, ik ben Sjeders trouwens, van de kinderwerk in Loosduin. En dit is de kinderraad uit Houtwijk. En samen met de wijkraad Houtwijk hebben wij ook een maand vergadering. En die kwam met zichzelf met het idee dat zij graag speeltoestellen wilden hebben in het Boekenvoort Park. Zodat de kinderen met een beperking ook gewoon met alle andere kinderen kunnen spelen. Dat is een mooi idee. Thank you.